Bij Igmar. Bij Igmar met vandaag een man in de studio die de hele wereld al heeft gezien als MC van Jelleklaw. Maar daar stopte hij mee. Hij ging solo door. En niet onverdienstelijk. Tjallas, Doe Je Dans en De Manier, die gingen keihard. Zijn nieuwste met Kraantje Papi is inmiddels uit. En daarom gelijk een goede reden om hem weer uit te nodigen in de studio. Mag ik een groot applaus voor Busy? Tjallas, Tjallas. Tjallas. Goedenavond, man. Alles lekker, jongen. Ja, alles met mij is lekker. Maar ik durf jou bijna niet te vragen of alles lekker is na een rare dag die je achter de rug hebt. Mijn dag was faya. Ik was echt, het ging fout op het moment dat ik de auto instapte eigenlijk. Neem ons even mee in de dag van Busy. Mijn dag was als volgt. Ik speel op dit moment in de film, Shake It Off. Vet. Hartstikke dope. Alleen, het is wel zo dat we heel erg veel van locaties switchen, wat we filmen telkens in Rotterdam. Ja. En tijdens de spits moest ik daar zijn. En ik kreeg een locatie opgestuurd, maar die was niet nauwkeurig. Die was op 500 meter nauwkeurig. Dus dat kan hemelsbreed helemaal je shit opfokken. Ja. En dat was bij mij het geval. Dus ik begon op het verkeerde punt. Zwaar in de video. Dus ik was 40 minuten te laat. Toen kwam ik daar aan. Toen moesten we de omstandigheden de shoot staken. Dus ik kwam eigenlijk voor niks. Nou was het wel zo dat ik daar 2 uur moest wachten. Ja. Omdat het niet zeker was of we echt moesten staken of niet. Dus nou ja, na 2 uur kreeg ik te horen dat ik inderdaad voor saus was gekomen. Maar dan sta je dus daar echt 2 uur lang eigenlijk een beetje uit je neus te vreten. Ja, dit is wel een base, heet dat. Dus zeg maar de plek waar we dan met z'n allen kunnen zitten, droog en shit. Ja. Dan was het natuurlijk buiten ook droog, maar we hebben daar gewacht. Maar het is gewoon, ja, is redelijk geestdodend. Dat is fucked up, ja. Dus nou ja, toen mocht ik eindelijk gaan. Ik stap de parkeergarage in naar mijn auto. Doet mijn sleutel het niet. Maar wat het is met mijn auto, als die sleutel het niet doet, het batterijtje, zeg maar, hij klikt hem niet open, dan kan je hem ook niet starten. Dus dan moest ik de ANWB bellen. Dus ik, ANWB, nou ja, ze hebben die auto gestart. Ik gelijk naar mijn garage. Nou ja, daar weer een uur. Het probleem is opgelost. Ik denk, ik ben blij, toch? Ja, mijn waggie is weer helemaal cool. Ik ga gelijk naar de wasstraat. Ja. Sta ik in de rij bij de wasstraat, ben ik aan de beurt, komt er allemaal rook onder mijn motorkap vandaan. Dus die mannen die zeggen van, joh, wat is aan de hand, weet je wel, met je auto. Ik dacht gewoon van, ja, die hoge druk staat er al op of zo. Ja. Maar ja, die motorkap omhoog en de hele mikmak was aan het roken. Dus ik was echt van, ja. Dus weer de ANWB gebeld, 2 keer op 1 dag. Ze wisten ook gewoon van, oh, ja. Maar hoe ben je dan hier? Nou, ik ben nu met de auto van mijn vrouw hier. Met een heel klein Toyota Aygo. Dat is niet mijn kind of swag. Maar verder alles helemaal leeg. Ja, ik ben wel nog gezond. Ja. Dus, dat is ook zeggen, belangrijk. Dat is gewoon belangrijk. Het is niet gebeurd tijdens draaien. Ik bedoel, beter bij de car wash. Dat scheelt. Maar het is gewoon, ik heb letterlijk mijn hele dag aan mijn auto besteed. Terwijl die is echt voor mij puur om van A naar B te komen. En niet juist dat A en B is. Nee. Nou ja, laten we het dan even over iets positiefs gaan hebben. Want jouw afgelopen jaar was booming. Dat ging als een malle. Ja. Jij besloot om bij Jelleklaw te stoppen en solo door te gaan. En hoe kijk jij nou terug op dat jaar? Want nou ja, het is nu bijna een jaar geleden dat jij afscheid hebt genomen van die gasten. Om precies te zijn is het zeg maar dat ik zelf begonnen ben. Dat is 22 augustus. Ja. En dat is bijna een jaar geleden, ja. Ik heb wel echt heel veel lol gemaakt dit jaar. Het was wel spannend af en toe, want ja. Ik wist niet hoe het ging. Ik heb geen glazen bol, dus ik wist niet hoe het zou gaan. Nee. Maar ja, het is gelukkig best wel in mijn voordeel gelopen. En alle views en streams zitten mee. En Tjallas is goud. De Manier is platina gegaan. Lekker goud. Mis jij nou nog iets van die periode met Jelleklaw? Als we in groep zijn, is er iets totaal anders dan solo? Ja, het is wel jammer dat ik nu al het werk in mijn eentje moet doen, aangezien ik wel een beetje lui ben. Maar nee. Nee, dat was gewoon wel voor mij het juiste moment om te stoppen. Dus, ja. Dus ik was nu echt toe aan het allemaal zelf doen. En ik heb er ook geen spijt van. Zeker niet. Nou kijk ik vandaag even een gesprekje terug. Wat je hier de vorige keer had met Igmar. En toen zei op een gegeven moment, ik ben een tering burgerlijke boy geworden. Ja. Heb je dat nog een beetje in stand gehouden? Hoe zit dat nu met het burgerlijke? Ja, het is wel iets minder burgerlijk. Maar dat was ook omdat op dat moment had ik ook nog helemaal geen shows. En was ik echt alleen maar in de studio. En dan tijdens het avondeten ging de studio uit en ging aan tafel zitten. Om 5 uur stonden de aardappels klaar. Ja, geen aardappel nasi, maar je weet toch? wel gewoon redelijk normaal leven. Ja. En dat is nu wel weer heel anders. Want ja, wat ik zeg, ik speel in een film. Ik heb echt wel weer heel veel shows per maand. En mijn platen gaan goed, dus ik doe gewoon heel veel media. Dus ja, het burgerlijk is er wel onderhand weer van af. Nou, en dat minder burgerlijke, dat zien we ook in de videoclip bij Traag. Je nieuwste track, samen met Kraantje Papi en Jozo onder andere. Ja, klopt. Wauw, wat een dikke clip. Wat een heerlijke clip ook. Je ziet alleen maar halfnaakte twerkende chicks voorbij komen. Ja, ik heb hem voor jou gemaakt, hè? Ja, nou, daar ben ik best wel blij om. Maar kies jij ze zelf uit?
Ja, ik scout zelf, ja. Zeker. Dus je hebt echt serieus scoutingdagen waarbij gewoon echt honderden vrouwen voor je staan te turken. Ja, en deze dames die kende ik toevallig omdat een van die meisjes was danseres van Diplo. Oké. En die had ik op Tomorrowland ontmoet toen we met Diplo aan het chillen waren. En zij was gewoon mee eigenlijk. Ja. En ik wist dat zij uit Madrid kwam. Want we hadden een keer een show gedaan in Madrid met Yellow Claw. En toen was zij ook gekomen. En zij zei ook van, ja, can I dance at your show? Bla bla. Ja, cool, weet je wel. En toen dacht ik nu gewoon van, ja, ik wil niet in Nederland weer een videoclip schieten. Gewoon in een mooie stad waar het sowieso lekker weer is. Ja, ik zag het. Waar heb je hem geschoten? In Madrid. Tof. En dat was eigenlijk gewoon, ik ben daarheen gegaan omdat die chicks, die tour crew, zeg maar, die kwamen daar gewoon vandaan. En ik had hem gewoon even gecontact via de DM eigenlijk. Wat vind je vrouw ervan? Ik vind het niet per se altijd nodig. Oké. Maar ja. Ook wel begrijpelijk. Maar wat zeg jij dan als ze zegt van, nou, was dit nodig? Ja, dit was nodig. Ja, en dan is de discussie klaar. Ja, kijk, het is zo dat ze is niet mijn manager, ze is gewoon mijn vrouw. Dus, ja, dat is ook weer. Hey, het tweede track nu dus, ook met Kantje Papi, Traag. Ja. Waarom weer met hem? Ja, omdat hij is ook gewoon echt een homie van mij. Dus we wilden gewoon naar de manier gewoon nog een track maken. En het is best wel grappig tot stand gekomen, Traag. Want het was eigenlijk op een rijderskamp van Stuk TV. Oké. Hadden ze mij gewoon gecheckt van wie je komen schrijven en een nummer maken. En toen had ik al in mijn hoofd van, ik wil Traag, zat al in mijn hoofd van, die wil ik gaan maken. Ja. En nou ja, dat was ik dus toen gaan doen. En zij dachten van, ja, het staat een beetje ver van ons af. Van wat wij draaien en wat we vinden en wat we tof vinden. Dus toen zei ik gewoon van, oké, 2 weken mogen jullie bedenken, anders ga ik hem zelf doen. Nou ja, na 2 weken wisten we het nog niet. En ik en Kraan waren er heel enthousiast over. Maar we dachten wel van, ja, misschien nog leuk om iemand bij te gooien. Jozo gecheckt, Jozo vond het hard. Pijl. Ja, lekker. En wat zullen ze spijt gehad hebben achteraf? Want hij gaat, ik zat er toevallig vanmiddag over na te denken. Wat zullen ze spijt hebben? Ja, want maar ja. Hij gaat het keihard. Ik heb net even op YouTube gekeken. De clip die zit al over de 400.000 views. Ja, en het is echt grappig. Want ik pak eigenlijk op Spotify ook elke dag iets van 10.000 meer views per dag. Dus van, oh, wow. Gisteren was het 40, eergisteren was het 30 en vandaag is het 50.000. Hey, en dan even een laatste vraag voordat we naar de set toe gaan van jou. Wat kunnen we nog meer gaan verwachten van Busy in 2017? Nou ja, sowieso dus die film Shake It Off. Die gaat komen in, laten we zeggen, november, december. Daar speel ik in, een redelijk grote rol. Wat voor rol speel je? Kun je dat al verklappen? Of wat voor film dat wordt? Ik speel Krijtje. Dat is best wel een criminele jongen, maar wel met een klein hartje, zeg maar. Ja. En ik ben beste vriend van Ryan. Die wordt gespeeld door Timor. Timor Steffens, ja. En Robin Martin, die is... Sanne in de film, daar wordt Timor op verliefd. Oké. En ja, ik ben eigenlijk gewoon een van zijn beste vrienden, dus ik zit er redelijk eigenlijk veel in. Gewoon een bioscoopfilm. Ja, en Joe Silvio zit er ook in. Ah, en dat is een mooi ezelsbruggetje naar ook iets wat gaat komen, want ik ben bezig met een EP aan het maken samen met Young Felix en Joe Silvio. Ja. Waar we ook nog wat andere featurings op gooien, maar wij staan in ieder geval op elke track. En er komt een nieuwe single met Naftali, Ramona en Hef, die ik heb geproduceerd samen met Remix voor haar. En ik heb een trillion nieuwe. Heb jij een of andere magische pen of zo in je handen, waarbij je op papier gelijk 16 tracks neerzet? Ik weet niet wat het is de laatste tijd, maar het is echt zo dat elke keer als ik in de studio ga en ik ga gewoon, ik denk expres gewoon niet na voor wat ik, voordat ik ga staan achter die mic en dan komt het gewoon. Dus ja. Ja, heel vet. Dat gaan we allemaal afwachten. Horen we die nieuwe muziek ook al voor een gedeelte? Ja, terug je gaat straks sowieso dingen horen. Van de nieuwe EP en ook een paar nieuwe platen van mijn homies Young Felix en Murder Turk. Dus, gaaf. Busy, mag ik jou uitnodigen om achter de DJ booth plaats te gaan nemen? Ja, man.